Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Aram en vandaag heb ik weer een nieuwe voetbalmanager. Ik neem de eerste en de tweede video achter elkaar op, dus ik heb nog niet de reacties gelezen van de eerste video. Maar in ieder geval, we gaan aan de tweede oefenwedstrijd beginnen. En dat is tegen Jena. Ik denk dat ik met dezelfde elftal begin zoals ik tegen Jong Ajax speelde. Ik heb toch nog even twee wijzigingen gedaan. Ik heb zelf van Stano erin gedaan voor Boylessen. Die ga ik toch niet echt gebruiken. Ik denk dat ik hem ook ga verkopen. En ik heb ook Donny van der Beek erin gezet voor Duarte. Want Duarte wil ik eigenlijk ook gaan verkopen. En Donny van der Beek is een groot talent. Dus ik dacht van ja, ik zet hem gewoon even op de bank neer. En misschien krijgt hij nog even speeltijd vandaag. Maar we gaan starten aan de wedstrijd. Kudelje, El Ghazi. Kudelje met de voorzet. El Ghazi op de paal. Kudelje met de corner. El Ghazi richt hem af voor Klaassen. Die gaat er niet in. Tete. Kudelje. En de bal wordt weggewerkt. Met Tete. Tete moet overlangs. Ja, El Ghazi legt er goed af op Mirik, maar net op tijd wordt hij weggehaald. Corner voor Ajax, El Ghazi, Veldman en die kan hem makkelijk binnen tikken. Het staat 1-0 voor Ajax door Joël Veldman. Een corner, El Ghazi die schiet naar voren. Veldman die heeft alle ruimte en die kan makkelijk de bal in de doel schuiven. El Ghazi met de vrije trap, Veldman, Tete, Klaassen. Klaassen nou op Fischer en het is 2-0 voor Ajax. Een voorzet van Klaassen en Fischer kan hem makkelijk binnenkoppen. In de 40ste minuut staat het 2-0. Oké, het is rust en we staan 2-0 voor. We hebben eigenlijk 2 of 3 kansen gehad of zo en ervan zijn 2 doelpunten uitgekomen. Zoals jullie kunnen zien hebben we wel wat meer kansen gehad, maar het beeld laat zeg maar alleen de grote kansen zien. En dat is dus zo te zien 3 kansen en ervan zijn 2 in het doel gekomen. Dus ja, dat klopt ongeveer wel wat ik net zei. Ik ga wel even het hele team veranderen. Ik heb even alle wissels gewisseld met de spelers die in de basis stonden. En dan gaan we beginnen aan de tweede helft. Zingraven naar Serrero. Muriet, van de Beek. Die zijn eerste minuut te maken in het Ajax 1 shirt. Zou verstaan, die pakt hem op van de Beeks. Zingraven en Sivkovic. En Baran op de paal. En nu is het 3-0. Want Schöne die pakt de rebound binnen. Even kijken. Muric die paast hem naar Sivkovic. En die schiet inderdaad op de paal. De bal wordt niet goed weggewerkt. En Schöne die schiet hem dan in. Sivkovic. Ja, het is 4-0 voor Ajax. Sivkovic met zijn derde volgens mij. Zijn tweede of derde van de oefenwedstrijden. En Van der Hoorn die schiet goed weg. En oh, de keeper, wat een blunder. En dat is de tweede voor Sivkovic vandaag. Rijn nogmaals. Moeritz, Sivkovic draait. En dat is 3-0. Zijn hat-trick is binnen. Het staat 6-0 voor Ajax. En hat-trick voor Sivkovic. Die een goede invalbeurt heeft. Zou verstaan nou naar Schöne. Schöne, Sivkovic. Sivkovic geeft hem voor. En het staat 7-0. Serrero schiet hem van afstand eigenlijk binnen. Buiten de 16. Sivkovic met de voorzet. En die wordt weggekopt als eerste. En daarna knalt Serrero nog buiten de 16 in het doel. Keeper staat een beetje aan de grond genageld. En het staat 7-0. Verijn met ingooien. Muriets. Verijn. Zingraven. En Sivkovic. Het is 8-0. 8-0 en zijn vierde van vandaag. Zou verstaan nou. Van de Beek. Schöne. En het staat 9-0. Zijn vijfde van vandaag. De wedstrijd is afgelopen. We hebben met 9-0 gewonnen. Sivkovic is de man van de wedstrijd. Met 5 doelpunten. Hij heeft een 10 gekregen. Natuurlijk 5 doelpunten in 1 helft. Dat heeft hij goed gedaan. Ik zeg eventjes, ik ben blij met deze prestatie. Lijkt erop dat jullie niet kunnen wachten op het seizoen. Goed gedaan. 34 schoten, 21 op doel. Hun 3 schoten, 2 op doel. We hebben flink gedomineerd. Ik denk dus dat ik Duarte en Boyles ga verkopen. Laat het even in de reacties weten hoor, wat jullie hiervan vinden. We hebben dus nu nog 3 oefenwedstrijden tegen Medellin. Tegen Teramo, Calcio, tegen Southampton. In de volgende aflevering gaan we de laatste 2 oefenwedstrijden doen. Daarna gaan we beginnen aan het echte werk, zeg maar. We gaan beginnen aan eerst aan de Champions League, de derde kwalificatie. Daarna komt meteen al PSV, dus dat is wel even wat lastig. We hebben dus al 3 zware wedstrijden aan het begin. Eerst dus de Jong Ajax heeft bij de tweede oefenwedstrijd 2-2 gespeeld tegen Montpellier. Adam El Oudrici en Perk Clement hebben gescoord. We moeten eventjes bepalen hoe lang we het veld willen hebben. We hebben keuze tussen 100 en 64 meter, de minimale lengte. Maximale lengte 105 en 68. En standaard wordt dan 2 en 45. Ik doe gewoon even standaard. En dan hebben we dus de oefenwedstrijd tegen Medellin. En ik ben benieuwd hoe we die wedstrijd gaan spelen. Ik denk dat we beginnen met de B-elftal. En daarna in de tweede helft de eerste elftal spelers inbrengen. Dit is het team waarmee we proberen Medellin te gaan verslaan. De wissels dus. Ik wens even de jongens succes. En dan kunnen we gaan beginnen aan de wedstrijd. En vrije trappen tegen partij, die wordt omgeschakeld een counter voor Ajax. Sivkovic gaat er langs. Zingraven aan het einde voor Ajax. De eerste kans van de wedstrijd, dus de eerste kans die belangrijk is. Sivkovic met de actie, die legt hem af op Zingraven. Keeper kwam ook al uit zijn doel, dus die stond ook al niet helemaal goed. Het is 1-0 voor Ajax door Deli Zingraven. Nu een grote kans en het is 1-1.
Een grote kans en die wordt ook benut door Vergara, zoiets. Weggrabber met de paas naar Vergara. En de keeper die staat ook niet echt helemaal goed, Boer. En de bal wordt eigenlijk makkelijk in het doel getikt. En het staat al 2-1. Het gaat heel erg snel. Het ging even tik-tik en het stond al meteen 2-1. Het gaat al meteen 2-2 worden. En Younes, Chipfiets, nee. En Younes schiet hem naast. Oké, het is rust en we staan 2-1 achter. Dus de eerste keer dat we achter staan, gaan de spelers die vandaag in de basis stonden even wisselen met de spelers die in de wissel stonden. En hopelijk doen hun even wat meer aan hun verwachting. En gaan hun tenminste wel het verschil maken en hopelijk kunnen we nog even winnen. Alle wissels staan er weer in en we kunnen weer beginnen aan de tweede helft. El Ghazi, Mirik. Gaat hij wat doen? Fischer schiet en de buitenkant van de paal. Kudelje met de corner, Mirik. Kudelje. El Ghazi. Geeft ervoor, Mirik. El Ghazi en Fischer, die kan hem net niet benutten. Dijks. Die rent, maar die schiet uiteindelijk naast. Of het was een beetje een slechte voorzet. De bal nog steeds blijft hangen. Jamines. En de wedstrijd is afgelopen. 2-1 verloren, dus dat is een beetje jammer. We hoopten natuurlijk dat we de wedstrijd kunnen winnen. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. We hebben ook wel meer kansen gehad, zoals we zien. 20 schoten, 10 op doel. Ajax onder 19 heeft de wedstrijd gewonnen van Heracles. 4-0. Lekkere wedstrijd. Czerny heeft 2 keer gescoord. Dolberg en Familia Castillo. Ik heb de training even veranderd. Ik heb een automatisch inschrijven gedaan. En als het ware, dat betekent dat de tactiek een beetje wordt ingewerkt. Fitheid hebben we dus al 2 weken lang gedaan. En nu gaan we proberen om de tactieken dus een beetje in te schrijven. En Van Rijn is geblesseerd geraakt. Dat is wel voor wat minder. 6 tot 7 weken. Dat is aardig lang. Dit is ook even een leuke toevoeging aan de game. Zoals jullie kunnen zien is alle landen wie het beste zijn natuurlijk. De beste is momenteel Duitsland. Daarna Argentinië. Daarna Nederland. Nederland is 4 plaatsen gestegen. Stond is 7e. Nu staat het dus 3e. En we gaan natuurlijk voor de eerste plaats en hopen kunnen dat binnenkort gaan bereiken. Wij zijn de grootste favoriet om de titel te winnen, tenminste volgens Skybet. Daarna PSV, daarna Feyenoord, daarna AZ, daarna Vitesse en daarna Groningen. Als laatste voor deze aflevering ga ik even de loting bekijken voor de derde kwalificatie. Dus tegen wie wij de derde kwalificatieronde moeten doen. Zoals jullie kunnen zien, we moeten tegen Aalborg, BK. Dat is een Deense club volgens mij, dus die moet wel te pakken zijn denk ik. In de vorige aflevering heb ik dus verteld dat je eigen speler in het team kan doen. In de volgende aflevering zal ik de reacties die in de eerste video zijn geweest er ook even toevoegen, want deze video neem ik natuurlijk achter elkaar op. In de volgende aflevering ga ik ook even kijken hoe het met Harm Brouwer is geweest, of hij heeft gescoord in de oefenwedstrijden of niet. Dit was het dan voor deze video, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer op ons kanaal en like deze video ook nog eventjes. En ik hoop dat ik jullie volgende week weer zie bij een nieuwe video. Later mensen.